Jaarlijks wordt op 4 oktober met Werelddierendag overal ter wereld stilgestaan bij de rechten van de dieren in de samenleving. Werelddierendag is door de internationale verenigingen van dierenbescherming ingesteld als Wereldthemadag om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en moeten worden beschermd. Volgens Tiske Nieuwborg, hoofd dierenverzorger Paramaribo Zoo, hebben zij in verband met COVID-19 geen activiteit. Wel zorgen we zelf, ja, wat we eigenlijk elke dag al doen, zo goed mogelijk voor onze dieren. Vandaag krijgen ze een klein extraatje, maar dat proberen we eigenlijk altijd te doen zodra dat het mogelijk is. Werelddierendag is natuurlijk de dag dat je extra stilstaat bij de dieren. Maar een liefde en een goede verzorging voor de dieren zouden ze eigenlijk elke dag moeten krijgen. Voor de bezoekers hebben we dit jaar niks gepland. Dat heeft meerdere redenen. Allereerst natuurlijk COVID. Op het moment dat wij grote activiteiten gaan organiseren, wordt het gewoon te druk. En heb je gewoon te veel risico. En wij hebben ook onze verantwoordelijkheid naar de samenleving toe om dat een beetje in de perken te houden. Daarnaast hebben we eigenlijk een zwaar personeelstekort, waardoor het organiseren van eventueel wat kleinere zaken ook gewoon op dit moment niet lukt. De Paramaribo Zoo heeft sedert de COVID-19-pandemie heel veel moeite gehad om haar hoofd boven water te houden, legt Nieuwborg uit. De lockdowns, de total lockdowns en vooral ook de weekend lockdowns hadden wij inderdaad een tekort. Niet een tekort aan geld, we kwamen nog maar net uit. De laatste total lockdown was bijna een nekslag voor ons, omdat we gewoon echt zo'n beetje door ons financiële potje heen zaten. Daarna kreeg je dat de weekend lockdowns kwamen en wij moeten juist de bezoekersaantallen hebben van de weekenden, vooral de zondagen en de vakanties. Dus dat was ook een beetje krap. We hebben een actie gedaan zodat mensen bijvoorbeeld een familiekaart kunnen kopen. Daarvoor konden ze met 4 personen een jaar lang, is dat ding eigenlijk geldig, mag je 6 keer, 1 keer per maand met 4 personen komen. En dat maar voor 100 SRD, gewoon om iedereen weer een beetje naar die zoo toe te krijgen. Maar niet te veel mensen tegelijk natuurlijk. Nu zijn de weekend lockdowns gelukkig opgeheven. Het jaar 2021 zal het jaar worden met de laagste inkomsten voor de Paramaribo Zoo, zegt de hoofddierenverzorger. Alle gelden die worden geïnd gaan gelijk naar de dieren voor voeding en verzorging.